We hebben heel veel aandacht voor theater. Tineke Schout is de deur nog niet uit. Of we hebben alweer iemand via de Skype op dit moment. En dat is niemand minder dan Richard Groenendijk. Waar ben jij op dit moment, Richard? Hi. Nou, ik zit op dit moment nog thuis. Ik zit eigenlijk even te wachten op mijn chauffeur. Want we gaan naar Someren. Someren. Leuk. Wat heb je nou boeken thuis? Wat zeg je? Wat heb je een hoop boeken thuis? Nou, je valt wel mee. Ik heb tegenwoordig alles op die e-reader zit. Oh ja. Ik heb inderdaad wel wat boeken. Het staat interessant, maar de helft is nog niet uit. Hè? Het rijmwoordenboek zit er ook tussen. Is dat voor je nieuwe show? Ja, het rijmwoordenboek. Nou, ik heb wel eens een rijmwoordenboek gebruikt om liedjes te schrijven. Maar tegenwoordig laat ik de liedjes maar schrijven, want daar ben ik niet zo goed in. Nou, goed voorbeeld van André Hazes. Die schreef alles met dat groene boekje. Ja. Rijmwoordenboeken. Ja. Kon hij niet zonder. Ik weet het. Ja. Ja. Maar goed, je hebt wel mooie liedjes gemaakt. Ik heb je album toen nog gekregen. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Komt er een tweede album aan eigenlijk? Of laat je die er voorbij? Ik moet het nog wel een keer doen inderdaad. Het is heel veel werk, maar ik was een tijd geleden was ik in het nieuwe Luxor Theater met het Metropoolorkest. Dat is nog wel een droom van me, hoor. Om daar een keer een cd mee te maken. Maar dan moet ik nog even sparen. Ja, dat is een hoop geld natuurlijk ook. Hè? Ja. Nee, omdat je juist in deze nieuwe show om alles iets minder zingt dan je in je vorige shows deed. Is dat bewust? Ja, dat klopt. Ja, maar dat is niet een bewuste keuze, hoor. Maar dat is meer gewoon omdat zeg maar, de liedjes altijd schatplichtig moeten zijn aan de inhoud. En ja, in deze show kwam het er zo op dat ik twee liedjes nodig had. Dus dat zijn er twee. Ja. En de rest sta ik te lullen. Dus. En waar gaat het dan over? Zijn dat dingen die gewoon zo hele te dagen gebeuren? Of is het ergens op gebaseerd? Ja, nou kijk, in eerste instantie ben ik gewoon entertainer. Dus ik vertel verhalen. En ik zou het liefst willen dat de mensen gewoon de hele avond, zoals nu ook gebeurt, erg moeten lachen. Maar ik vind het ook leuk als mensen de tent verlaten en toch wel iets meer van mij hebben leren kennen. Dat ze iets hebben om over na te denken. En de voorstelling gaat eigenlijk over loslaten, afscheid nemen, maar in de breedste zin van het woord. Dus dat gaat inderdaad, je ziet het, van je haargrens. Dat heb ik al jaren geleden tot gedaan. Tot aan het verlies van mensen, dierbaren. Mm-hmm. En alles wat ertussen zit. Het verlies van je waardigheid bijvoorbeeld. Er zit een hele, vind ik zelf een van de leukste conferences om te spelen, in een verhaal over mijn ervaringen met Patty Bratz in Sri Lanka tijdens de opnames van de gevaarlijkste wegen ter wereld. Maar er zit ook het verlies van je gezicht in toen ik op een feest belandde hier in Rotterdam in een penthouse, wat een iets ander feest bleek te zijn dan dat ik dacht dat het was. Mm-hmm. Op een gegeven moment zei iemand tegen mij, je weet toch wel dat het hier om 1 uur allemaal omslaat naar erotisch? Nou, dat wist ik dus niet. Nee. En dan kom ik om 1 uur terug. Wat zeg je? Wat zei je, dan kom ik om 1 uur terug? Ik zeg dan, pak ik even de metro en dan zie je me straks weer. Ja. Nee, dus ik moet eerlijk zeggen, het is ook trouwens qua recensies, maar ik vind het zelf tot nu toe mijn leukste voorstelling om te spelen. Ja. Dat, volgens mij zegt iedere cabaretier dat na elke nieuwe voorstelling. Ik heb het met mijn tweede voorstelling niet gezegd. Mijn eerste voorstelling was beter dan mijn tweede, maar dan heb ik het over 18 jaar geleden. Mind the gap. En die eerste was heel goed ontvangen. En toen dacht ik, maar ik heb de wijsheid in pacht, weet je wel. En daar ben ik een beetje op teruggekomen. Dus die tweede heb ik wel eigenlijk 150 keer met een klein beetje een hak in het zand gespeeld. Dus ik hoop dat me dat nooit meer overkomt. Ja. Maar inmiddels zijn we bij de 12e voorstelling. Maar, dus dat is wel goed. Je refereert nu even aan die tweede show van een jaar of 17, 18 geleden. Het is natuurlijk inderdaad al heel erg lang. Wat is in die afgelopen 17, 18 jaar allemaal niet veranderd, zeg? Want ik bedoel, toen kenden ze je niet, nu kennen ze je wel. Ja, wat je zegt inderdaad, is natuurlijk gewoon landelijker geworden. Ik was natuurlijk altijd heel erg in de regio Rijnmond, omdat ik voor Radio Rijnmond werkte. Dus Rotterdam in omstreken zat altijd wel vol. Maar het is eigenlijk in 2012 pas op mijn 40ste begonnen toen ik de Pulifinario won voor de beste cabaretvoorstelling toen. Mm-hmm. En het was de 10e editie, dus er was heel veel aandacht voor. En toen zat ik opeens in allerlei tv-programma's en inmiddels ben ik wat bekender geworden. En dat is natuurlijk heel fijn, want vroeger ging ik bijvoorbeeld vanavond naar Someren en daar zaten vroeger 40 mannen en nu zit het nagenoeg vol. Ja. Dus dat is wel heel fijn, want je hoopt natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen die voorstelling zien. En dat speelt ook fijner dan volle zaal. Maar ook wat meer druk, denk ik, hè? Maakt het wat moeilijker, want je moet voor het hele land schrijven. Ja, zeker nu, want volgend jaar ga ik even een jaar niet spelen. Omdat ook deze voorstelling alleen maar 5 en 4 sterren had. En het publiek heel enthousiast is. Ik moet even een jaartje er van tussenuit, even wat andere dingen gaan doen. Ik ben ook nog wel bezig met wat tv-dingen voor volgend seizoen. Dus ik wil wel een beetje goed beslagen ten ijs komen. Wil ik een volgende show weer gaan maken. Ja. Komt Jopie Parlevliet nog terug op televisie? Niet in de hoedanigheid waarin ze er was. Maar we zijn wel bezig nu met een zaterdagavondshow. En misschien dat ze een kleine
rol krijgt als dat ze nu inmiddels werkloos is, omdat ze natuurlijk niet meer bij RTL 4 zit. en een hondenuitlaatservice is begonnen. Dat was nu het idee, maar you never know. Ga je dat dan bij de publieke omroep doen? Of ga je dat bij de publieke omroep doen of bij een commerciële zender? Ja, ik ben wel bezig. Nou ja, nee, we zijn in principe bezig bij een productiebedrijf om een pilot te maken. En dat wordt dan aan de omroepen aangeboden. Maar in de eerste instantie is het wel publieke omroep gericht. En ik moet aan de andere kant ook zeggen, ik werk veel met Iris van der Ende samen, de dochter van Joop van der Ende. Ja. En ik had onlangs een bespreking met Joop en toen zei Joop, ik heb die Joopie Parlof niet gezien, vond ik leuk, maar waarom zit je daar met een jurk? Je kan het toch ook zelf? En toen dacht ik, ja, er zit eigenlijk ook wel wat in, maar soms heb je dat nodig. Ja. Nou ja, dat is wel een goed bedrijf. De Media Lane is dat, die doen veel dingen ook. Paul de Leeuw zit daar als creatief directeur ook bij natuurlijk. Ja. Ja, die link met jullie is ook wel weer klein. Ook. Nou, daarom vroeg ik ook publiek om. Ja. Want Paul die gaat natuurlijk nu naar de commerciële omroep. Hè? Die blijft bij RTL, die gaat weg. En jij zou dan dat straks... Dat is een gat, stap ik in. Ja, het is een soort stuivertje. Als een behoorlijk gat, dan. Ja, nee, nou ja, het is dat is waar. Ja, dus ik weet dat er bij de publieke omroep wel vraag is naar amusement. Dus, maar goed, Sander Wallis de Vries zit daar nu ook en... Kijk, ik vind de televisie hartstikke leuk om te doen, maar mijn hoofdding is toch wel mijn theatertournees. Ja. Ik vind dat toch het aller... Met Mensen op de Keel kies ik echt voor theater. Ja, dat is ook echt wel jouw ding. Ja, televisie doe je ook hartstikke leuk, maar ik vind... Je hoort gewoon sowieso ook in het theater, Richard. En televisie is gewoon een hele ingewikkelde, onoverzichtelijke wereld. Is ook zo. Het maken van die programma's is heel erg leuk. Maar mijn eigen productiebedrijf qua theatervoorstelling... joh, ik ben met één technicus, één regisseur en iemand die me rijdt... Ja. Nog een kantoor wat boekt en dat is het dan wel. Dat is allemaal heel overzichtelijk. En dat is bij televisie niet. Dat gaat over 16 schijven en dat is allemaal heel diffuus... en dat duurt allemaal heel lang. En, dus in die zin vind ik het in theater ook wel prettig. Maar ja, het is natuurlijk ook... als ze tegen mij zeggen, wil je een zaterdagavondshow doen... dan is mijn ego groot genoeg om te zeggen, nou, dan ga ik even kijken. Leuke talkshow op RTL 4 of zo, 's avonds. Ja, nou ja, of op 1, 2 of 3. Of bij de NPO. Hey, jij staat 6 december met je reprise dan in Almere, in de Kunstlinie, in CAF. Nou hebben wij... En dat vind ik wel heel fijn dat je daarover begint. Want dat is nou toch wel een zaal waarvan ik van de week dacht... Hey, daar zijn geloof ik 400 of 500 kaarten verkocht, maar er gaan er ook 800 in. Ja. Dus daar is nog plek genoeg voor jullie regio. Oh, nou oké. Okay. Nou, kijk even op de site van CAF. En we hebben aanstaande vrijdag hebben wij jouw vriendin Karin Bloemen hier in de studio. Oh. Ben je er nog? Ja, wij zijn er nog. We hebben Karin Bloem in de studio hier vrijdag. Die komt bij ons langs. Je komt ook zingen. Jij kent haar natuurlijk heel erg goed. Heb jij misschien nog een vraag aan haar of wil je iets zeggen? Zodat we dat in kunnen starten op het moment dat zij hier is. Vind je dat leuk? We zijn allebei heel erg aan het afvallen. Karin is inmiddels 20 kilo kwijt of 19. Ik 12. En ik zou er wel willen vragen of ze ook zo bang is, net als ik, om weer terug te vallen. Goed, dit fragment gaan we even knippen. Daar ben ik zo bang voor. Je moet tegen haar zeggen, we moeten elkaar gaan coachen, moet je zeggen. Want daar ben ik zo bang voor de terugval. Okay, dus ik ben ook wel benieuwd, ze zit natuurlijk al 15 jaar langer in het vak dan ik, of 20 jaar denk ik al zelfs. Of zij het ook steeds meer als druk ervaart om een nieuwe voorstelling te maken. Want ik heb nu een conferentie geschreven voor haar nieuwe voorstelling, Souvenirs. En ik ben zo benieuwd of als je ouder wordt, of die druk ooit weggaat. Weet je, dat je er wat relaxter in zal staan. Nou ja, we hadden net Tineke Schouder, die zei ook van, nee, eigenlijk niet. Want je wil gewoon blijven presteren. En die druk is ook gewoon presteren. Ja. Ja, dat klopt. Ik zie wel dat ik een lel krijg van het afvallen. Zie je? Ik wou het niet zeggen, Richard, maar bij deze. Nou, als dat zo blijft, dan laat ik er wat aan doen. Want ik ga niet als een boze hagedis doen. Nou ja, goed, dan moet je Patty maar even bellen. Dat is prima uitgepakt bij haar. Ja, ook. Inderdaad. Ja. Wat is je grootste verleiding tijdens dat afvallen? Niks meer. Ik heb diabetes 2. Echt? Dus, en dat, Ik had in nuchtere toestand voor de mensen die er verstand van hebben. Ik had 10 en soms 12 in nuchtere toestand. Dat is veel te hoog. En van de week heb ik een test gedaan, had ik 4,4. Dat is als het goed is wat jullie ook hebben. Ja. Tussen 4 en 6 is goed. Dus dat diabetes 2 kun je omkeren. Vroeger dachten mensen, joh, we gaan insuline spuiten, tabletten nemen, dan komen we er wel doorheen. Ja. Dat klopt ook wel, maar dan maak je wel je organen kapot. Ja. Dus het is voor mij geen keus of het zwaar is of niet. Ik moet het doen voor mijn gezondheid. Het klinkt heel gek, maar als ik die diabetes niet had gehad, was ik misschien nu wel 130 kilo geweest. Richard Groenendijk, 6 december met je reprise in de Kunstlinie Almere. De Zijners heeft net zelf nog gezegd, heel veel kaarten voor, dus schrijf naar kaf.nl. Ja, en goed. Richard, nog één keer, zeg ik het maar eventjes namens Arnoud en mij. Volgende keer kom je ook gewoon nou eens een keer hier naar de studio. Ik zeg het je steeds en dan zeg je steeds, dat doe ik. Dat is nou al 16 keer misgegaan. Ja, en het is maar een uurtje rijden. Twee keer. Twee keer, dat is waar. Ja, maar goed. Drie keer. Beloofd.
Beloofd is beloofd. Leuk, gezellig. Dankjewel. 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 Doei. Okay. Hoi.